kan me niet meer herinneren dat het zo lang zo nat was. En dat maakt de graanoogst momenteel onmogelijk, merkt ook Gerard Breunissen uit het Gelderse Herveld. Op dit moment het klimaat is wel, speelt ons best wel parten. Nu in de oogst van de granen, nou hebben we eigenlijk last van veel te veel regen. De laatste week hebben we weer 70 mm gehad. In deze periode kunnen wij geen regen gebruiken, want de graanoogst is stilgevallen. We hebben gelukkig wel net toen het nog droog was, voor 14 dagen terug, hebben we best wel wat kunnen doen, 40 hectare tarwe. En nu moet er nog een keer 15 hectare gedaan worden. En hopelijk eind van deze week dat het weer omslaat, dat het toch nog goed gaat komen. De akkerbouwer maakt zich steeds meer zorgen over de kwaliteit. Het risico van schot begint best groot te worden. En zeker zoals je hier kunt zien, dat de tarwe ligt. Hij ligt nog niet echt aan de grond, gelukkig. Maar als hier ganzen op zouden komen en ze lopen hem aan de grond, ja, dan is het denk ik verloren zaak. Dan is het, begint hij te kiemen. En dan is hij niet oogstbaar en niet meer te drogen. De kwaliteit is weg en dan denk ik tijd kunnen vergeten. En dat heeft grote financiële gevolgen. Je hebt al je kosten, de input is eraan gedaan. Ja, dan wil je ook een oogst hebben. En als dat niet gaat lukken, is het natuurlijk dramatisch. En het ziet er toch onderhand best naar uit dat het een probleem gaat worden. Want wie zal zeggen hoe lang dat de droge periode dadelijk gaat duren? Als dat maar een paar dagen is, ja, dan, en het wordt weer nat, ja, dan is het leed niet te overzien, denk ik.